De druk op de woningmarkt is enorm. Zeker in de regio Haaglanden is het voor woningzoekenden moeilijker dan ooit om een woning te vinden. In de strijd tegen de wooncrisis zijn vernieuwende oplossingen nodig. Zuid-Holland zet aan de lat om maar liefst 200.000 woningen te bouwen voor het jaar 2030. Dat zijn bijna evenveel woningen als er nu in de stad Den Haag staan. Dit betekent dat we sneller en slimmer moeten gaan bouwen. Het vraagt om lef om te experimenteren, om durf en creativiteit. Fabrieksbouw is een gedurfde oplossing die ons echt vooruit helpt. Als provincie hebben wij daarom de ambitie om 50% van de woningen fabrieksmatig te bouwen. Door het bouwproces van de bouwplaats naar de fabriek te verplaatsen, wordt het mogelijk om sneller, duurzamer, efficiënter en goedkoper te bouwen. Wanneer woningen in de fabriek gebouwd worden, is er minder stikstofuitstoot en overlast op de bouwlocatie, worden materialen efficiënter gebruikt en verbetert de kwaliteit. Ook is het personeelstekort een minder groot obstakel, want er zijn bij industriële woningbouw minder gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. Hier aan de Stadhouderslaan in Ridderkerk zien we dat het kan. Hier plaatst woningcoöperatie Wooncompas in totaal 32 woningen die rechtstreeks uit de fabriek komen. De woningen zijn gemaakt van hout. Dit geeft een grote duurzaamheidswinst ten opzichte van beton. Hier staat een hele gelukkige bestuurder van een woningcorporatie. 32 houten, circulaire, betaalbare woningen realiseren we hier met elkaar. Vandaag de laatste woningen geplaatst uit de fabriek in Emmeloord. In mei wonen hier 32 startende jongeren uit Ridderkerk. Wij konden deze woningen voor een goede prijs realiseren. Betaalbare huur, mooier kan het niet zijn. Op 25 februari werd de op één na laatste serie van 4 woningen geplaatst. Als provincie vieren we deze mijlpaal met coöperatie Wooncompas mee. We hebben wethouders, coöperatiedirecteuren en marktpartijen uitgenodigd om hen te inspireren en samenwerking te bevorderen. Want er zijn geheid overstijgende afspraken nodig om fabrieksmatige woningbouw snel te kunnen opschalen. Daarvoor bundelen we vraag en aanbod in zogenaamde bouwstromen. Hierbij kopen verschillende partijen samen een grotere hoeveelheid woningen in. Zo hoeven ze niet voor ieder afzonderlijk project de ingewikkelde procedures te doorlopen. Bouwstromen brengen fabrieksbouw in een stroomversnelling. De woningcoöperaties in Haaglanden hebben Bouwstroom Haaglanden opgezet. Via de bouwstroom kopen zij conceptueel, deels industrieel vervaardigde woningen in, die vervolgens op verschillende locaties in de regio worden neergezet. Als woningcoöperaties in Haaglanden willen wij 2000 woningen via bouwstromen gaan inkopen. 500 daarvan een garantievolume en 1500 een afnamerecht. Als je bedenkt dat mensen jaren op een sociale woning moeten wachten, dan moeten we sneller gaan bouwen. En dit is een ontzettend mooie manier om dat voor elkaar te krijgen. En ook in Haaglanden willen we dat op deze manier aanpakken. Dus laten we vooral het goede voorbeeld uit de Ridderkerk volgen.